Het bezoek van de delegatie van het Internationaal Monetair Fonds IMF spreekt boekdelen. Bij de komst van de IMF-toppers kan worden bevestigd dat de economie hersteld is. Dit waren enkele markante uitspraken van president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens een persconferentie over de vijfde review mission van de monetaire organisatie. Het staatshoofd zegt dat er tal van zaken zijn besproken met de IMF-top voor verder herstel van de economie. Afonso de Villacqua. En hij is namelijk de executive director van IMF en hij vertegenwoordigt Suriname in die board. Dus het is belangrijk dat we twee toppers hier hebben. En het is voor het eerst dat een deputy managing director en ook de executive director een bezoek brengen aan Suriname. Om je een voorbeeld te geven, de deputy managing director, de heer Okamura, heeft 70 landen onder zich die hij bedient vanuit de leiding van IMF. Ook Latijns-Amerikaanse landen. Maar hij heeft gekozen om Suriname te bezoeken, wat niet gebruikelijk is. Het staatshoofd geeft aan dat het hoofddoel van het IMF-programma goed ten uitvoer is gebracht. Onze herstelling onhoudbare binnenlandse schulden met schuldherschikking, het herstellen van economische groei en de reparatie van de sociaal. Enkele van de zaken. En in 2021 ondersteunde het IMF het Surinaams herstelplan met technische bijstand, met financiële bijstand en met expertise. En de rol van IMF was ook namelijk om ons bij te staan om ook andere instellingen zover te krijgen om ons herstelprogramma te ondersteunen. En dat waren met name de internationale financiële instellingen als de International Development Bank, de Wereldbank, de Caribbean Development Bank, de Islamic Development Bank. En ze verleenden allemaal ondersteuning in ons programma. Santokhi geeft aan dat het economisch herstelproces pijnlijk was, maar nu duidelijk vruchten afwerpt. De projecties voor de inflatie kunnen voor dit jaar naar 12% gebracht worden, aldus het staatshoofd.